ik jullie verder ook wil meegeven in deze video en wat voor mij ook best wel een groot doel was om deze video te maken, is dat ik heel veel vrouwen, dames, meisjes om me heen tegenkom die niet weten hoe ze op de juiste manier moeten afvallen. Ik zie heel veel vrouwen koolhydraten skippen, een dieet gaan doen wat heel hoog is in vetten, sapkuurtjes, crashdiëten, noem het maar op, om maar af te vallen. Fit by Rocks. Fit by Rocks. Fit by Rocks. Fit. Fit by Rocks. Fit by Rocks. Welkom op mijn YouTube kanaal of welkom terug voor als je nieuw bent en mij nog niet kent. Ik ben Roxanne en ik maak content over fitness en voeding. En vandaag neem ik jullie mee in mijn afvalproces. Ik ga namelijk cutten. Cutten wil zeggen afvallen in vetmassa en je spiermassa proberen zoveel mogelijk te behouden. En dat is omdat ik ben aangekomen. Ja. Zo simpel is dat eigenlijk. Ik ben aangekomen. Sinds de sportscholen dicht zijn, beweeg ik gewoon wat minder. Ik doe nog steeds wel krachttraining. Maar mijn cardio is echt zwaar verminderd sinds de sportscholen dicht zijn. Dus dat betekent dat ik wat minder calorieën verbrand. En ik ben wat meer gaan snacken. En toch wel wat op dezelfde manier blijven eten als toen ik wat meer cardio deed. Dus dat betekent simpelweg dat ik ben aangekomen. Ik ben gewoon simpelweg eigenlijk niet blij met hoe mijn fysiek er nu uitziet. Ik zal hier voor jullie nu een foto plaatsen van hoe ik er op dit moment uitzie. Sommige mensen vinden dit prachtig. Voor sommige mensen is dit hun droomfysiek. Ik wil beginnen met iedereen is prachtig hoe die eruit ziet. Er is geen perfect lichaam. En het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Als jij je maar comfortabel voelt met hoe jij eruit ziet. Op dit moment voel ik me gewoon niet comfortabel met hoe ik eruit zie. Ik wil graag mijn buik wat platter. En dat betekent simpelweg dat ik moet gaan afvallen. Dat ik vetmassa moet gaan verliezen. Dus dat is wat ik sowieso de komende 2 weken ga doen. En wat ik voor jullie dus ga vastleggen. We gaan bij het begin beginnen. En ik neem jullie in mijn hele proces mee. Ik ga jullie zo uitleggen. Hoe je afvalt en wat afvallen nou precies inhoudt. Dus de theorie die komt zo. We gaan vandaag wegen. En we gaan mijn BMR uitrekenen. Maar dat ga ik jullie allemaal nu uitleggen. Wat houdt afvallen nou in? Afvallen doe je maar op 1 manier en 1 only. Er is maar 1 manier om af te vallen en laten we dat voor eens en altijd even duidelijk vaststellen. Afvallen doe je door middel van een calorietekort en dat wil zeggen dat je minder calorieën binnenkrijgt dan dat je verbrandt. Dit kan je uitrekenen. Dit ga ik jullie zo uitleggen hoe dit precies werkt. Maar wat dit dus voor mij betekent is dat ik wat meer moet gaan bewegen en wat minder eten en dan val ik af. En door af te vallen met een klein calorietekort zorg ik dat ik mijn vetmassa naar beneden haal. Dus mijn vetpercentage wordt straks minder. Maar ik probeer mijn spiermassa zo hoog mogelijk te houden. En het is eigenlijk onvermijdelijk dat je spiermassa ook wat naar beneden gaat. Dus dit zal gebeuren. Maar ik probeer het zo minimaal mogelijk te houden. Om te weten hoe je moet afvallen, hoeveel calorieën je moet eten of hoeveel je juist moet verbruiken, zijn er een paar berekeningen. En ik zet de linkjes hier beneden in de beschrijving. Zodat mocht jij het willen uitrekenen, kan je op die links klikken. Want het maakt het een stuk makkelijker voor je. Maar wat ik moet weten voordat ik kan afvallen, zijn mijn BMR. Dat is hoeveel calorieën je verbruikt tijdens een dag. Dus het maakt niet uit wat je doet. Als ik nu op de bank zit te praten met jullie, verbruik ik calorieën. Als ik slaap, verbruik ik calorieën. Als ik loop, verbruik ik calorieën. Als ik sport, verbruik ik calorieën. En om uit te rekenen hoeveel je calorieën je dus over een hele dag verbrandt, kan je je BMR uitrekenen. En wat ik nog meer moet uitrekenen, is hoeveel calorieën ik dan moet eten. Dus dat is wat ik nu met jullie ga doen.
Oké, ik begin dus eerst met het uitrekenen van mijn BMR. En je BMR is het aantal calorieën dat je verbrandt in rust. Dus dat is nog niet wat je extra verbrandt met je workouts erbij. Ik doe dit via een linkje. Het linkje staat hier beneden in de beschrijving. Het is heel simpel. Je voert gewoon al je gegevens in. En uiteindelijk komt hier dus jouw BMR uit. En weet je dus wat je ongeveer op een dag aan calorieën verbrandt. Vervolgens begin ik met het berekenen van mijn caloriebehoefte. En mijn caloriebehoefte is de hoeveelheid calorieën die ik binnen mag krijgen als ik dus wil afvallen. Ook het linkje van deze website heb ik gewoon in de beschrijving gezet. Ook bij deze vul je gewoon al je gegevens in. En dan komt er een bepaald caloriebehoefte uit. En dan is het maar net welk doel je wil behalen. Maar ik moet kijken naar droog trainen, want dat is wat ik uiteindelijk wil behalen. Maar ook als je wil aankomen of op hetzelfde gewicht wil blijven, kan je deze site gebruiken. Oké, ik heb nu samen met jullie mijn BMR uitgerekend en mijn caloriebehoefte uitgerekend. Dus ik weet ongeveer wat ik verbruik en ik weet nu hoeveel calorieën ik binnen mag krijgen op een dag. Wat we nu gaan doen is MyFitnessPal downloaden. Ik zet de link ook hier beneden in de beschrijving. Dat is een app waarop ik elke dag bijgehouden wat ik eet. Zodat ik dus kan zien hoeveel calorieën ik op een dag binnenkrijg. Zo is het voor mij overzichtelijk van hoeveel ik eet of hoeveel ik nog mag eten. Ik heb een fatburner opgestuurd gekregen. Wat deze gaat doen voor mij is deze zorgt dat ik langer vol zit. Dus dat ik wat minder honger heb gedurende de dag. En er zit cafeïne in, dus het zorgt ervoor dat ik meer energie heb. Deze ga ik uittesten. Zo, mijn gute, hoe je het ook zegt. Ik zie er echt niet uit. Maar ik heb net online school gehad. En nou is het tijd voor mijn lunch. Ik lunch een wrap met mais, paprika, tomaat, kip. Sla en een beetje salsa saus. Ik was gisteren dus helemaal vergeten om dat zeg maar in te voeren op MyFitnessPal. Maar vandaag hou ik het wel allemaal goed bij. Dus als ik zo klaar ben met eten ga ik het even invoeren. En tot nu toe met alleen mijn ontbijtje zit ik op. Nog 1356 calorieën over voor de hele dag. Dus dat is nog best wel goed. En dit is mijn lunch. En dan waarschijnlijk nog een proteïne shake vandaag. En vanavond een soepje. Dus ja. Oké, ik zie jullie later weer. Oké, guys, goedemorgen. Vandaag is dag 3 van het cutten. En ik zat net dus de eerste 2 dagen van mijn video te editen. En ik ben super lacking geweest. Ik zeg jullie eerlijk. Het is een beetje onduidelijk. Ik heb niet zoveel gefilmd. Dus vanaf nu, dag 3, ga ik beter mijn best doen op het filmen. Ik vind namelijk dat ik niet genoeg heb laten zien van wat ik doe, wat ik eet, etc. Nu komt het ook omdat ik heel druk ben met stage, met personal training geven, alles erop en eraan. Maar ja, ik ga gewoon beter mijn best doen voor jullie. Dus ik ga nu mijn lunch eten. Vanochtend heb ik Brinta gegeten. Oké, nou in ieder geval, ik ga dus straks mijn meal plans maken. Als jullie die video niet hebben gezien, klik dan op het ietsje hierboven. Daar leg ik alles uit over hoe ik mijn maaltijden plan, hoe ik mijn maaltijden prep, hoe het me heel veel geld bespaart, alles. Dus ja, vind je dat leuk, klik dan even op die video hierboven, dan kan je die ook nog checken. Ik ga mijn maaltijden dus plannen. Dan ga ik naar de winkel. Ik neem jullie mee boodschappen doen, zodat jullie kunnen zien wat ik haal. Ik zal ook daarna alles laten zien en uitleggen. Ik ga dus gewoon veel meer filmen van wat ik op een dag doe en eet. En hoe het dus kan dat ik afval. Want ik heb dus vandaag even een tussenstand gecheckt. En in deze 2 dagen ben ik dus al meer dan 1 kilo afgevallen. Dus ja. Wil je weten hoe ik het allemaal doe? Ik ga veel meer filmen voor jullie. Want sorry,
Ik was echt lekker. Ik ga nu even mijn rode linzensoepje eten. En dan neem ik jullie zo mee naar de winkel. Zeg het even in het beeld. Werd er schuim gefilmd? Jay. Oké, deze is check. Oké. Als jullie willen weten hoe ik precies die boodschappen doe, raad ik je echt aan om dus die video te kijken waar ik het net over had, over hoe ik mijn maaltijden plan. Want daar leg ik echt alles uit over hoe ik het doe. Ja, sorry voor de beelden, maar ik heb mijn vriend gevraagd om te filmen. Vandaar net de klacht. Hij is geen super goede cameraman. But he tried. I love him. Maar oké, wat ik dus doe, ik heb altijd een lijstje in mijn telefoon staan met alles wat ik nodig heb voor de hele week boodschappen. Dus ja, die ben ik simpelweg aan het afwerken en alles aan het inkopen. Oké, dus ik ben boodschappen gaan doen. De koelkast is weer gevuld. Ik heb meteen boodschappen gedaan voor de hele week. Voor ontbijt, lunch en avondeten. En hier ben ik dus mijn avondeten aan het maken. En als avondeten maak ik healthy pizza's. Dit doe ik voor mijn dochtertje op een volkoren wrap. En voor mezelf, om mijn koolhydraten iets lager te houden, doe ik het op een wortelwrap. En vervolgens kan je er eigenlijk alles op doen wat je ook op een normale pizza zou doen. Dus op deze manier maak ik een healthy pizza. Dit was trouwens op een zaterdagavond, dus het was weekend en ja, ik wil ook genieten. Dus we doen dat op een verantwoorde manier met een low calorie alcohol drink en wat gezonde snackies.
Jay, wat eten wij dan? Een ijsje. Lekker hoor. Ja, leuk. Ja. Dit kan dus ook gewoon als je op dieet bent. Als je het maar inrekent in je calorietekort. Ook heb ik van Dutch Muscle Nutrition hun vitamine mix opgestuurd gekregen. Deze is in de smaak ananas. En je mixt gewoon 1 scoop per dag met 250 ml water. En deze zorgt ervoor dat je dagelijks de nodige vitamines, mineralen en alles binnenkrijgt wat je nodig hebt. Wil je deze bestellen? Ik heb een kortingscode in de beschrijving staan, dus check dit dan ook even. Oké, hi guys, goedemorgen. Vandaag is het volgens mij de 4e of 5e dag van het afvallen. Ik moet even goed checken, want ja, volgens mij is vandaag de 5e dag en ga ik dus morgen wegen. Ik ben dus net opgestaan, ik heb ontbeten, ik heb vandaag havermout met wat hagelslag erin gehad, want die banaan, ik moet er weer een beetje aan wennen. Het is super lekker weer, dus ik heb een welverdiende skinny latte gehaald. Alsnog best wel veel calorieën. Maar wat maakt het uit? Ik vind dat ik het heb verdiend. Het gaat super. Ik ga nu snel naar huis. Dan ga ik hardlopen en daarna ga ik de video editen. Dus ik neem jullie weer mee in mijn dag. Ook neem ik nog steeds elke dag de fatburner en de vitamine mix die ik toegestuurd heb gekregen voor deze video. En hij helpt me echt bij het wat langer vol zitten en meer energie hebben. Oké, dus ik kom net thuis. Of nou ja, net. Dat valt ook wel weer mee. Ik ga even mijn soepje eten als een soort van lunch. Ik ben nu bezig met de video editen. Want hij komt morgen al online. Maar ja, als jullie dit zien, staat hij natuurlijk al online. Scoot. Maar ik ga dus even een soepje eten. En dan ga ik hardlopen. En als ik terugkom van het hardlopen, ga ik weer wat eten. Oké, ik ben dus net wezen hardlopen en nu ga ik even een soort van proteïne smoothie maken. Wat je nodig hebt is whey, maakt niet uit wat voor proteïnepoeder het is. Ik heb het in de smaak raspberry. Ik doe er voor de smaak wat flavor drops bij van mijn protein in de smaak coconut. Je hebt amandelmelk nodig, ijs. Ik gebruik diepvriesfruit, maar als je vers fruit hebt, kan dat er ook prima in. En wat water. Dus dan gaan we nu mijn proteïnesmoothie maken. Thank you.
Hi guys, welkom aan het einde van deze video. In ieder geval van deel 1, want ik ga nog 5 dagen verder katten. En dat krijg je te zien in deel 2. En die komt volgende week, dus over 6 dagen komt die online. Dus vergeet ook niet om te abonneren op mijn kanaal en dat belletje aan te drukken om op de hoogte te blijven van wanneer ik een video plaats. Vandaag is de 5e, eigenlijk de 6e dag van het katten. Maar ik heb dus vanochtend gewogen. En ik ga zo even de beelden invoegen van wat het verschil is van dag 1 en nu dag 5. Hoe deze 5 dagen voor mij zijn verlopen. Ik moest in het begin vooral heel erg wennen. En ik had de eerste 2 dagen echt best wel honger ook. Maar ja, de afgelopen dagen, dus gedurende de week, werd mijn honger steeds minder. Wat mij echt heeft geholpen bij het beetje onderdrukken van mijn honger, was de fat burner van Dutch Muscle Nutrition. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, check even hun Instagram. Die link ik ook hieronder. En mocht je het willen bestellen, heb ik een kortingscode. Ook wat mij heeft geholpen was de vitamine mix. Ik maakte hier af en toe een slush van. Dus gewoon ijs in de blender en dan deze er doorheen. Dan leek het toch alsof je wat snackt, terwijl je eigenlijk gewoon je vitamines binnenkrijgt en geen calorieën. Dus dat is wat mij heel erg heeft geholpen. Verder ja, werd mijn honger dus steeds minder en ben ik wel nu gewend aan wat minder eten. Dus ik ben benieuwd wat de komende 5 dagen voor mij gaat brengen. En we gaan nu even kijken naar wat ik eigenlijk echt ben afgevallen. Oké, dus aan de linkerkant zie je de getallen van toen ik net begon. En aan de rechterkant zijn de getallen van vandaag. Dus 5 dagen na het beginnen met het katten. Ik ben dus in totaal 1,5 kilo afgevallen in 5 dagen. Mijn BMI is daarom met 0,9% verminderd, dus naar beneden gegaan. Verder ben ik 2% vet verloren en ben ik 0,3% in spiermassa aangekomen. Dus overal, als je naar deze cijfers kijkt, lijkt het misschien niet zo heel veel. Maar voor maar 5 dagen in dit proces is dit best wel hoopgevend en goed. En wat ik jullie ook wil meegeven. Wees niet bang als je een dagje wat slechter hebt gegeten of een dagje wat zwaarder bent. Want dat hoeft helemaal niks te betekenen. Op de lange termijn, als je kijkt naar je cijfers, vallen de meeste dames echt wel af. Wat ik jullie verder ook wil meegeven in deze video en wat voor mij ook best wel een groot doel was om deze video te maken, is dat ik heel veel vrouwen, dames, meisjes om me heen tegenkom die niet weten hoe ze op de juiste manier moeten afvallen. Ik zie heel veel vrouwen koolhydraten skippen, een dieet gaan doen wat heel hoog is in vetten, sapkuurtjes, crashdiëten, noem het maar op, om maar af te vallen. En met deze video hoop ik jullie mee te geven dat dat allemaal niet nodig is om af te vallen. Het enige wat nodig is om af te vallen is maximaal 250 calorieën onder je caloriebehoefte te gaan zitten. Dus creëer een klein calorietekort. Maar ga niet jezelf afstraffen. Ga niet bepaalde voedingsmiddelen uitsluiten. Je moet alleen gewoon wat beter letten op wat je eet. En zorgen dat je dus onder je caloriebehoefte zit. Waardoor je dus een calorietekort creëert. Oké, vond je dit een leuke video om naar te kijken? En heb je tot het einde gekeken? Laat dan even een reactie. Jullie mogen me vragen stellen. Jullie mogen zeggen wat jullie van deze video vinden. Want ik vind het super leuk om al jullie lieve reacties te lezen. Vergeet ook niet om een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer terug bij mijn volgende video. Bye! Thank you.